Ja, de Pundeltjes is een rustgevende plek waar je tot jezelf kan komen. En ik denk zo, omdat daar zo rustig is, dat je daar je leven een beetje zo rustiger wordt. Waardoor je gewoon nieuwe, misschien wel nieuwe toekomstplannen kan maken. Ja, ik vind het mooi dat we een plek hebben gecreëerd waar onze mensen de dagbesteding kunnen doen. Nou, die mensen die op de bundeltje komen, dat die iets die willen vooruit. En die komen zijn bed uit, die zijn er 's ochtends. En dat zegt mij al dat ze vooruit willen en daardoor wil ik ook met ze aan de slag. En dan komt er morgen vroeg terug. Dan heb je hem opgewaaid, dan ligt het weer vol. Dat geeft niks. Het goede doel, hè? Met deelnemers zeg ik heel vaak van dat zij zelf een keuze moeten maken. In je leven moet je sowieso een heleboel keuzes maken. En je moet proberen de goede keuze te maken. En vaak is het zo dat er heel veel foute keuzes zijn gemaakt. Ja, goed, daar kun je van leren. En als je dan de volgende keer de goede keuze kan maken, dan heb je alweer een stapje verder. Dat we eerst met die andere bomen beginnen, dan zien we wel wat we daarmee doen. Als we daar tijd voor over hebben, dan is dat. Ik vind dat kei leuk om te doen, maar ik denk niet dat we daar aan toe komen. We zijn vorig jaar begonnen met een project waarbij wat speeltoestellen neer zijn gezet en er is een terras geopend. Waardoor we het open hebben gesteld voor publiek. En er is een bloementuin aangelegd waar we bloemen kunnen gaan plukken. Er zijn een heleboel groentetuintjes waar we wisselteelt hebben met twee grote kassen ook. Sindsdien kunnen we eigenlijk zo'n beetje alle groenten verkopen in ons winkeltje, die er ook is. En in dat winkeltje verkopen we ook de beste honing uit Helmond. Ze worden eerst gedroogd. Ja. En dan gaan we een deel gaan pellen. En het andere gedeelte, dat verkopen we gewoon in de dop. Ja. Nee, ik ga naar boven. Kijk, weet je wat ze vorig jaar vlogen ze eruit toen ze in me gepeld waren? Al was het al door mij. Maar ik heb vorig jaar niet echt een hele kruiwagen vol gezien. Nee. Dat is echt voor het eerst dat ik dat nou zie. Dat is wel geweldig. Nou, de ene is heel serieus, maar de andere is helemaal niet serieus. En dan moet je ook wel een beetje kunnen filteren, zeg maar. En weten hoe je dan met zo iemand kan praten of hoe je daarmee om kan gaan. En ik merk dat het mij heel makkelijk afgaat. En daarom denk ik ook van dat ik daar zo goed op mijn plek zit. Ik kan eigenlijk bijna altijd gewoon rustig blijven en een beetje het overzien. En als ik dan echt met een probleem kom, dan heb ik een heel team om me heen en dan is daar, kan ik daar echt het probleem neerleggen en dan kunnen we dat oplossen met een team.